Hoe is het om die beelden terug te zien? Ja, dat is eigenlijk wel emotioneel. Ja, meen ik echt. Het is toch even een moment terug in tijd. En mijn vader die was er toen nog bij. Er zijn ook een aantal mensen die voorkomen die ook niet meer zijn. Dus het is ook een document eigenlijk. Kinderen, ik had toen twee, die waren heel, heel klein. Mm-hmm. Ja, en nu heb ik vier, ik heb drie schoondochters. Ja, er is natuurlijk heel wat veranderd. Ja, maar alles woont nog thuis. Alles woont nog thuis, ja. Ja, dus dat is super gezellig. Inclusief 500, dus ja, het is echt gezellig. Had jij die beelden al eens gezien, Christian? Ja, vroeger wel. En een paar maanden geleden hebben we hem ook nog helemaal op één avond gewoon uitgekeken. Ja. Ik vind dat wel mooi om te zien, want ik was daar twee, drie zo. Ja. En dan, om dat dan terug te zien, vind ik juist wel grappig of zo hoe het toen was. En eigenlijk zijn ze niet zo heel veel veranderd in doen en laten. Dus dat vond ik wel. Dat is een goed teken. Ja, dat vind ik wel, ja. En waarom wilde je nou weer terug met de serie? Want dit was zo episch. Nou, terug. Het is eigenlijk gekomen naar een talkshow. Op een gegeven moment kreeg ik wederom de vraag van, komen de bouwers terug? En dat is eigenlijk door de loop der jaren heel vaak gesteld. En ja, ik zei van, nee, ik denk niet dat dat ooit terugkomt. En op een gegeven moment zaten we zondags thuis. En ja, toevallig Chris, die begon erover, die zei van, waarom doen we dat eigenlijk niet? Mm-hmm. En eigenlijk, ja, toen heeft het een beetje zo over gehad. En toen zei ik van, nou, als ik weer serieus word benaderd, dan gaan we echt serieus een keer erover hebben. En ja, die dag die brak aan. De NPO die meldde zich. En ja, ik heb dat thuis overlegd, met de schoondochters overlegd. Ja, en ze vonden het ook allemaal leuk om te doen. En... Maar het komt dan wel weer heel erg naar binnen. Ik bedoel, letterlijk, want de vorige keer was het ook. Jullie lieten alles gewoon filmen. Ja, ja. En het lijkt me voor jou ook lastig. Maris, want jij moet dan weer gewoon naar vrolijk spelen en meegaan doen. Dat doe nee, echt niet. Nee? Nee, ik denk dat wij niet anders zijn met of zonder camera. Nee. Nee, maar vond je het niet, dacht van, nou, ik heb het al een keer gedaan, waarom nog een keer? Nee, maar toen was het eigenlijk wel anders. Toen was ik, op dat moment had ik natuurlijk twee kleine kinderen en een hele drukke man. Dus ik was eigenlijk meer met hun bezig als met die camera. Nu kunnen de kinderen 80% alles zelf en mijn man ook. Dus dan is het wel dat ik er wat meer op let misschien. Ja. Maar ook daarin, ja, de camera's gaan natuurlijk ook meer met hun mee, dus... Maar nog steeds heb ik gezien, draait het huishouden volledig om jou. De taakverdeling hier in huis, ja, daar moeten we het ook nog maar eens een keer over hebben. Delegeren. Die heb ik nou nog nooit een bord zien afruimen. Nee. Die is als eerste van tafel weg en dan ligt hij op de bank. Oh, uitbuiken. Oh, ben zo moe. Zoveel gegeten. Oh. Was het erin? Nee, hij liep snel. Die staat even een wasmand vol te proppen. Dat is niet waar. Wat? Ja, echt. Oh! Dus jij wil zeggen dat ik helemaal niks doe? Nou, wat doe jij dan? Wat ik hier doe? De rommel maken, ja. Hallo. Wat doe jij? Papa is fulltime op vakantie. Oh, wat grappig. Ja. In de serie vertel je ook... Heel grappig. Ja, dat vind ik heel grappig. In de serie vertel je ook eerlijk over jouw herseninfarct, wat je in 2022 had. Ja. Hoe gaat het nu met je? Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja? Ja, ik heb wel nog wel een beetje een paar dingen waar je het aan kan merken. Maar als je het niet weet wat het is, dan valt het niet op. Ja. En hoe zijn jullie daar als familie mee omgegaan, Christian? Ja, als dat gebeurt, dan is dat... Ja, dan praat je veel met elkaar. En ook met mama daarover, hoe ze zich voelt. En op een gegeven moment probeer je wat dingen uit de handen te nemen. Naar de Jumbo of dat soort dingen. Om maar te zorgen dat ze niet te veel prikkels heeft. Ja. En uiteindelijk heeft ze daar zelf wel de draai in gevonden. En dan geeft ze het gewoon aan van, wil je even hier naartoe? Of wil je even dit doen? Mm-hmm. Dus ja, dus zo gaan we daar eigenlijk... nu is het eigenlijk heel normaal. Dus de jongens die springen bij? Ja. Maar ook de schoondochters. Springt hij ook bij? Ja, schoondochters ook heel erg. Ja, maar de schoondochters ook. Maar hij af en toe. Nee, hij doet ook wel in. Het is gewoon een kwestie van beter plannen. Ja. Maar goed, maar dat moet een ontzettend lastige tijd zijn geweest... om het zomaar te zeggen. Het is verschrikkelijk. Ja, zeker. Maar ja, je staat ervoor. Mm-hmm. En voor haar is het natuurlijk het moeilijkste. Ja. We hebben ook allerlei systemen bedacht met dingen opschrijven. En soms vergeet ze wel eens dingen. En dan begrijp je terug op het bord. Mm-hmm. En ja... Het is zoals het is. Dus er hangt een bord ergens dan, kan ik me voorstellen. En daar staat dan op opletten. Mm-hmm. Ja, we hebben een bord in de bijkeuken. Daar schrijven we alles op wat ik moet onthouden. En jij natuurlijk ook. Ja. Jij viert in de serie jouw 50ste verjaardag. Dat is echt een groot thema voor je. Waarom? Nou, ik,
Ik werd 50 en ja, ik had eigenlijk verwacht dat het een klein feestje zou worden, maar dat is het niet geworden. Ze hebben me echt verrast. Ja. En ja, het was een bijzondere dag. Ik heb daar... Keek je er tegenop? Nou ja, 50 is toch wel een getal. Ja. Ja, dan denk je bij jezelf van nou, hoeveel jaren gaan er nog komen? Mm-hmm. En 50, ik vond het wel wat. Je ziet dat meestal bij anderen, zo'n pop in de tuin. Mm-hmm. En dan is de dag aangebroken, staat hij bij jou. Ja, inderdaad. En je wist helemaal van niks. Dat zag eruit. Maris. Oh! Wel een microfoon. Oh, wat heerlijk. Dit doet zeer, hoor. Zo'n pop in je tuin, nee, weet je dat? Geweldig. Dan weet je gewoon van, ja, jongen, dit is gewoon niet meer omkeerbaar. Dit is 50. Kom maar. Ach, ja! Och, nee. Maris. Ach, ja. Oh, dat is niet normaal. Oh, nee, toch? Het is geweldig. Ja, dat. Geweldig. Ik moet even mijn moeder even in toom houden. Oh, wat heerlijk. Dan zie ik daar je moeder. Ja. Ja, wat leuk, wat mooi. Ja. Hey, en dus dit is een gekkenhuis geworden. Het was gewoon, dit heb je allemaal georganiseerd. Ja. Frans wilde helemaal niks. Hij wilde alleen, hij wilde geen pop in de tuin. Hij wilde geen slingers, geen ballon, vooral geen ballonnen, zei hij. Niet veel visite, hij wilde alleen taart. Ja. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat mijn 50ste, dat dat nooit zo mooi zou kunnen zijn als mijn 40ste verjaardag. Want? Nou ja, weet je, als je 50 bent, dan kan je terugkijken. En dan weet je eigenlijk wat je verloren hebt. Mm-hmm. Dus ja, ik dacht, toen ik 40 was, had ik eigenlijk iedereen om me heen. Mm-hmm. Nou, door de loop der jaren raak je heel veel mensen kwijt van wie je heel veel houdt. En dan breekt die 50ste aan en dan missen er bepaalde mensen in je leven die heel belangrijk voor je zijn. En ik keek er echt tegenop. Ik denk van ja, zo'n 50ste zonder... Dan ga je daaraan denken. Ja, dan denk ik daaraan. Maar ik moet zeggen, het is een van de mooiste dagen geworden. Ik vind het echt serieus. Het was bizar. Ja. Als ik eraan terugdenk. Maar je bent gewoon net zo'n sentimentele zak als ik ben. Ja, ik moet je hebt gewoon, zeggen... Maar jij hebt gewoon 4 kinderen thuis. 4 jongens. Je hebt 3 schoondochters, 5 honden. Je hebt een hele mooie... Ja, je hebt alles. Het hele huis is vol met liefde. Dat is zo. En ik moet je zeggen, mijn schoondochters ook... Ik ben er ontzettend gek op. En het is gewoon echt... Bij mij thuis is er altijd iets los. Ja. Dat ga je wel zien de komende weken. Ja. Kees, moet hij vaak een traantje laten? Nou ja, de laatste tijd steeds vaker eigenlijk. Hoe ouder die wordt, hoe meer. Vooral op zijn verjaardag was het... Ja, mijn verjaardag was ik echt emotioneel. Ik heb daar een heel goed medicijn voor. Maar weet je, toen mijn moeder me feliciteerde... Ja. Ja. Dat klinkt gek, maar dat vond ik wel een moment. Ja. Mijn moeder is 78, beginnend vergeetachtig. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat ze op mijn 50ste was. Het is niet zo vanzelfsprekend dat ze is. Ja. Maar dat vond ik ook wel emotioneel. Ja, en al die verrassingen. Het was echt een rollercoaster van emotie die dag. Ja. Ja.